Oh my god, mens. Van de hest, dinsdag. Dus zeg, goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pippi Blie. Ja, niet een dag, niet een vlog. Het is, eigenlijk dat ik zei, dinsdag. We zitten nog altijd in Pisa. Maar vandaag gaan we dus een dagje naar... Waar gaan we hier? Firenze. Firenze, voilà. Firenze, dus we gaan zo biedt de trein pakken. En het station uiteraard naar Firenze. Hoe lang was het te rijden? Een uur of een uur en een half. Een uur of een uur en een half om de trein. Oh my god. Maar ja, geen probleem. We kunnen onze telefoon opladen op de trein. Dus we kunnen een spelletje spelen of een beetje een filmpje kijken of zo. Geen enkel probleem. Hè? Dus we gaan dat gewoon doen. Dus we gaan er weer een leuke dag van maken. Gelijk altijd. Want elke dag met jou is altijd leuk. Hè? Ja. Let's go. Oké, we zijn hier dus juist in Firenze. Ik zei het toch juist, hè? In Firenze. We komen juist uit dat station. En er komt dus een vent naar ons. Hallo, van waar zei je? Ik zei, van België. Ik ben een ex-drugsverslaafde. En er stond er zo'n schoon standje bij, weet ik van wel. En we doen een petitie voor tegen harddrugs, weet ik veel. Ik zei, oké. En als je zus keer gewoon een handtekening wil zetten voor onze petitie. Dus ja, we zetten gewoon ons naam erop, Roeselaar. Nice part, Vlaams, ja. En in één keer, ja, maar als je nu een donatie zou willen doen. 40 euro kunnen we een dag van leven, weet ik veel allemaal. Hè. Het was zoiets dat hij zei. Ik heb 5 euro heen. Ik zeg, laat mij hebben mij gerust. Je moest ook, verdomme, kom je maar naartoe, ben al 5 euro kwijt. Wel, dat zijn wel 5 flesjes water, hè? Ja. Godverdomme. Maar ja, allez. We gaan er weer nog het beste van, maar. Jarde, 5 euro kwijt. Voor niet. Allee, ho, voor niet. Maar ja, voor Anouk. En dan, doe maar 5 euro, hè? Ja, nee, maar ja. Je weet dat, hè? Het is voor het goede doel, hè? Allee. Zelfs geld, pas dat geld. Nog de noekers, nog de drugs. Nou ja, dat weet ik. Ben ze weer. Anoukske, een verrassing voor mij, voor mijn verjaardag. Ik mag een muurwerk kiezen. Joepie. Ja, ik ben zot van uurwerken en ik was hier aan het kijken en ze zegt ja, maar je hebt nog geen cadeautje gehad, kies maar één. Ik heb gekozen, dus ze zijn hem nu, ik heb hem juist gepast, dus ik ga ze een beetje tonen wat dat is. Ik ben er eigenlijk wel super content mee. Het is alles een Festina, dat kan ik zeggen. En om het een beetje tonen, bedankt dit zoetje alleszins al. Me happy long time. Bedankt hé. maar ik krijg voor mij, voor uw verjaardag krijg je dan ook een mooi cadeau. Ik zal nog wel langer. Het is wel nog lang, hè? Ik ben nog veel sport. Wat kan ik u eigenlijk geven voor een cadeautje voor uw verjaardag? Weet je dat niet meer? Weet je het geen nog? Ik weet het ook niet meer. Maar nee. Als het niet zo speciaal is. Nee. Sorry. Weet je het eigenlijk niet meer? Nee. Wel, want was hij. Voilà, zij.
En gekocht. Joepie. Kijk, dat is het. Doe het maar een keer. Hola. Hola. Mooi. Niet zo happy. We hebben wat pictures die vet zegt tegen ons. Doe maar wat je wilt, film, ze doen de gek foto's. Ik ga zo snel een keer een foto trekken. Dat is niet waar. Ja, maar ja, het moet goed zijn, hè. Voilà. Alle. Let's go. Het is een super, super drukke stad hier. Niet normaal. We zijn nu op een markt beland. Dat overal... Iedereen heeft dezelfde krant en alle chakosjes en... lederen chakosjes en lederen riemen en weet ik veel. Dat is al hetzelfde. En de zon is aan het steken, vent. Niet normaal. Maar ja, we zijn op vakantie, hè. Dat moet een beetje kleur kunnen hebben. Maar ik hoop wel niet dat ik hetzelfde kleur kan hebben van mijn t-shirt. Yo! We zijn hier binnengekomen op een indoor market. En een mega grote. Het is hier super, super groot. En het is hier ongelooflijke geuren die hier hangen van kruiden en ja, weet ik, barbecue, vis, alles door elkaar. Het ligt hier super goed en alles super vers hier. Alle soorten pasta's, weet ik veel. Nyami, nyami. Mensen zijn weer aan het kijken naar mij van wat de fuck zijn jij weer aan het doen met je camera, maar I don't give a fuck. Because so I want to drive a truck. Yo. Voilà, en Anouk wou dat een keer proberen hier. Eén met pistache, zo brood met pistache en met... Ah, koekjes. Ah, koekjes met pistache en koekjes met, wat is dat? Vijgen. Vijgen, voilà. Dus twee koekjes, 2,5. Juppla, daar gaan we weer. Allee, ik ga... Wow. Is dat mijn vijgen? Ja. Okay. Hoe lekker? Die is wel lekker. Die was super lekker. Kom, dat is lekker. Mijn vijgen is lekker. Dat is maar... Pistas. Mooi. En dat is pistas. Oh, wow. Lekker. Ja, lekker. Ik heb het goed. Nog een beetje water. Let's go. We zijn hier op de bovenste verdieping en dus beneden is het eigenlijk een markt zodat je alles kunt kopen voor eten, maar hierboven is het eigenlijk allemaal klaargemaakte ding. Dus het zijn allemaal standjes vol met eten, het is niet normaal hoe lekker dat er allemaal uitziet. Ik heb gewoon honger, ik wil eten nu. Voilà, dus we gaan hier het wat eten, Anouk heeft gekozen. Voilà. Een stukje pizza,
ziet er mega lekker uit. Was, hoeveel was het? 14,90 euro per stukje? 14,30 euro. Ah, sorry, 14,30 euro, dus valt me goed mee. En, 30 euro per kilo, we hebben een duurste uitgekozen. Hebben de duurste uitgekozen? Ja. Ah ja, hij heeft gekozen, hè? Ja, nee, ik ging die handen van. Dat is normaal, hè? Dat is normaal, hè? Ah. Allee, eet maar een keer. Ja, man. Lekker. Dat ziet er vrij goed uit. Oh, een keer proeven. Allee. Here we go. Nee, man. Ik ga hier nu heel een dag blijven. Apples. Pak de Renze dag weer op een stad. Monumenten. We blijven gewoon hier nu vandaag en we vetten ons duut. Voilà. Voilà zee. We zijn buiten het Dienemarkt. We zijn dan nog door Dienemarkt hier gegaan, die eigenlijk al hetzelfde is. En nu zijn we hier voor gekomen, voor dat hier. Dat is een... Wat is dat? Basilica San Lorenzo. Moet je dat toch maar zo zeggen? Met ja, ik ben in Italië. Ah, oké. Okay. Dat is een Basilica San Lorenzo. Dus ja, nu moeten we zo spreken. Oh, die bieber, pizza, lasagne, bolognese. Ja, oké. Dus dat is juist in een stuk pizza dat we heten hebben. En eigenlijk al genoeg mee. Ik dacht, ik zei ja, ik ga ook nog iets komen voor het eten. Maar het was al eigenlijk al meer dan genoeg. Want er was dus zo'n dik stuk pizza. Niet normaal. Super lekker was het. Maar we hebben eigenlijk al genoeg. Dus ja, we gaan hier een beetje rondlopen. Het is hier eigenlijk ook allemaal krampjes, weet ik veel allemaal. Dus we gaan het wel zien waar dat we gaan uitkomen. Let's go, yeah. We komen juist uit die straat, we komen hier zo achter een hoek en check dat. Een zo'n gebouw vindt. Maar jongen, dat is echt niet normaal hoe groot dat is. En volk dat erin loopt, maar volk. Hij zou pijzen dat hier in New York of... Ay, niet in New York, maar of zo in Barcelona of weet ik veel meer een wereldstad. Maar is dat hier ook een wereldstad misschien? Ja. Ja? Ik ken dat niet. Firenze. Ja? Ik ken dat niet. Eenmaal zo'n gebouw vet. Dat is echt niet normaal. Vent er dan zo dat vroeger allemaal gezet zijn. Hè? Aan tankt. Echt aan tankt. Maar dat voor fretten die kijkt. We zijn net buiten net in de basiliek en zoetje, omdat jij nu eigenlijk heb ik ook een verrassing voor u. Oké, ik had zeggen, ze zijn de hele tijd zenuwachtig en ze willen tonen. Maar omdat we nu de hele tijd al gewandeld hebben en gedaan en ze zijn zo flink geweest, gaan we nu een keer gaan shoppen hier bij Prada. Bij Prada. Ah ja, hier, kijk daar. Voilà, we gaan hier een keer shoppen bij Prada. En ik weet dat je zot bent, maar jij wilt eigenlijk hebben dat ik zo een shoppingtas heb. Maar kijk, het is maar... Ik weet niet of je het kan zien. Maar het is maar...
3000 euro. 3000 euro voor dat zakje. Dus, allez. Wat pijs ervan? Gaan we het doen? Of niet? Nee, ik wil liever daar. Schoenen. Nee. Liever schoenen? Ja. Ah, gaan we een beetje verder gaan? Oké. Okay. Ah, bij Jimmy Shoe. Jimmy Shoe. Voilà. En hoeveel is het hier? Dat staat geen prijs bij. Ah, er staat geen prijs bij. Dus dat zegt genoeg, hè? Dat is echt genoeg. Oké, okay, dan. Oh, dat daar. Dan gaan we dus ook niet doen. Ja, kijk, ik woon nu een keer trakteren bij Prada, maar. Dat is niet nodig? Oké. Ja. Het mag, maar je gaat dood dat je dat moet betalen. Hè. Nou, ik krijg mijn tweede hartaanval dan, inderdaad. Ja. Dat is juist, we gaan dat niet doen. Hè. Allee. Weet je wat, volgend jaar als Cogé had gestort is, dan doen we het ook niet. Amai, die ook wel een schone broek aan. Huh? Ja, maar, hey, maar het loopt hier het wadden. Domme. Pak, wat? Ja. Goed een keer. Ja, beneden, moet hier in. Moet naar daar, hè. Kijk. Kijk, ziet er wel naar daar. Alle, let's go. You. Anouk zat hier even op haar gemakske. Want dat is juist, ik had eigenlijk wel vertaan, hij rondkeer. Want dat is juist aan me daar gezeten. Daar. Dus Anouk volgde, we volgden eigenlijk een route. Dat we gezien hebben via een blog op het internet. Dat een mevrouw gedaan heeft, hier één dag Firenze. En ze zei ja, naast de Zara is er ook een cocktailbar, heel van boven, met een schoon uitzicht, bla bla bla. En ik dacht van oké, ja, we gaan dat gewoon doen. En je moet eigenlijk door de winkel gaan. En het is like, ja, het lijkt een beetje, het is eigenlijk ook niet goed aangeduid en zo. Dus we gaan naar boven en we moesten één keer stoppen. En we moesten een tijdje wachten en toen mochten we pas naar boven gaan. En ze zeiden tegen ons, ja, je mocht geen koffie drinken. Enkel cocktails. Na 4 uur maar. En enkel cocktails. Ik zei ook. Wijn. Ja, cocktails of wijn. Ik zei oké, ja, het is goed. Dus wij staan daar. En we moesten heel snel wachten. Ik weet ook niet waarom. Want we kwamen toen boven en het was mega veel plaats. En we zitten daar en één keer komt er zo. En je zag dat er zo high fancy, weet ik veel wat was. Want ik had ook al gezien aan de flessen wijn die daar stonden. 900 euro, 800 euro, 600 euro, al van die toestand. Ja, wat de hel is dat hier? Maar wel een mega schoon uitzicht. Maar in één keer komen er ook andere mensen binnen met chique chakosjes, zo van die mega high fancy people, weet ik veel. En die kregen altijd direct een kaart en wij niet. Ik zat er ja, met mijn basic fit. En dan, who cares? Allee. Voor hetzelfde geld zijn wij mega rijk. Het is ook niet dat wij Dutsen zijn, hè. Wat is dat hier eigenlijk? Ja, we gaan ook betalen, hè. Wat is dat? En dus iedereen kreeg maar een kaart en een kaart en wij bleven maar wachten. En 5 minuten en 10 minuten en een kwartier. En wij kregen gewoon niks. En om de deur zei Anouk in één keer, hey, fuck dat, als je zo gediscrimineerd wordt. Zijn we weg, hè. En ze hebben gewoon ons recht gesteld. En die tafel naast ons vroeg een koffie. Ja, en die tafel. Ja, en de tafel naast ons vroeg een koffie. Het was allemaal geen probleem, maar wij mochten geen koffie drinken. Wat de hel is dat weer? Jongens, ja, we hebben ons goed recht gesteld en we zijn gewoon naar beneden gegaan. En we hebben gewoon hier aan de kraam. Ik hier een mega lekkere lemon soda zero. Mega lekker, ik weet niet van wat merk dat is. Fonti di Crodo of zoiets, weet ik veel. Mega lekker en het gaat mij ook smaken. En het is 2,5 euro. Hallo. En het is ook lekker, voilà. Dus ja, fuck die rooftop exclusive cocktailbar.
En een foto getrokken? Ah, oké, okay, we hadden een foto getrokken. Dus ja, fuck them, jongen. Ja, weet wel. Dat kan ik. Zij kan er niet tegen, maar ik kan er ook niet tegen. Allee. Zijn iedereen tegenwoordig? Ja, iedereen is gelijk en iedereen. Maar ik kom binnen in gewone kleding en zei in één keer, ja, zien ze niet staan, maar mensen komen binnen met een Armani of Prada, chacoche. En ja, kom, ga meestal die mensen bedienen. Hey, fuck you. Goed, oké, okay, genoeg gezaagd en geklaagd. Geniet van uw chipjes. Geniet van de limonado. En nu gaan we gewoon een beetje verder gaan. Hè. Ah, weet je wat we gaan doen? Naar de Lego winkel, voilà. Koop nog liever iets van Lego of daar een cocktail van 20 euro te drinken. Fuck you! Michelangelo, oké. Okay. Dus we staan hier bij David hier. En David moet het toonbeeld zijn van de perfecte man. Als dat de perfecte man is, dan ben ik echt perfect. Dat klepietje. Ah ja, voilà. Ah ja. Dan ben ik echt gewoon perfect. En mijn klepietje. Ja, dit daar ook. Weet je. Kijk, en dit nog een kleiner pietje. Hoe vindt dat? Dus perfect, ik ben weer in perfectie. Yes! Oh my god, ik voel me wel goed. Ik was eerst moe en al van hier rond te lopen, maar nu voel ik me in één keer weer gewoon de man. Allemaal door David. Dankte David. Voilà, we zijn hier terug en nog altijd. En ik heb het al 10 keer gezegd, maar ik ga het nog een keer zijn. I don't care. Maar we zijn hier de hele tijd zo in donkere
straten aan het lopen. Allee, van die kleine steegjes eigenlijk. En je komt elke keer uit op zo'n megaplein. Want nu nog een keer tonen. Voilà. Kijk. Niet normaal. Het is niet normaal waar je overal uitkomt. Overal kom je uit op een groot plein of op een mega beeld of een mega gebouw of weet ik veel. Het is echt een zotte, maar wel overdreven drukke stad. Maar ja, goed, we gaan richting het station. Maar we zijn nog niet weg, maar we gaan daar een beetje rondlopen nog. Want het is nu nog maar 3:40 en het is eigenlijk veel te vroeg voor weer te keren naar Pisa. Want anders ja, komen we weer aan totaal of dit of dat en het is veel te vroeg. Dus we gaan alles is hier nog niet weg. En we gaan nog een beetje rondkijken, like naar daar of zo. Of, ah, rechtdoor, oké. Okay. Ik was naar iets anders aan het kijken. Ah ja. En goed, we gaan een beetje deuren. Let's go! Voilà, zie mensen. En ondertussen liggen we alweer in bedden. En men daar straks nog 12 gaan eten. Maar ik wou mijn camera eigenlijk vergeten. Oh, fuck it. En ja, het was like een beetje ambetant daar voor het eten. Want het was gevonden voor het eten. En schone prijzen al, weet ik veel. Hè. Maar we hebben een uur moeten wachten voordat ik mijn voorgerecht kreeg. Ja man. Een uur en een half, ja. Een uur en een half moeten wachten voor het voorgerecht. En mijn voorgerechtje was gewoon wat ham gesneden, waarschijnlijk een salami, weet ik veel. Dus ja, niet normaal. Lang moeten wachten. En dan erachter, dat was wel lekker. Dan heb je zo grote meatballs met pasta. Dat was echt super goed. En Anouk heeft dan steak gegeten. Dat was ook goed, hè? Mm-hmm. Het was ook goed. Maar ja, het was like, we hebben gewoon veel te lang moeten wachten op alles. Het was, en dan, als het eten kwam, dan het voorrecht en de hoofdschotel kwam mega rap achter elkaar. Dus ja, dan zit het direct al zo vol en al. Weet wel, en eigenlijk. Voilà, dus dat was de vlog voor vandaag. Allemaal bedankt om te kijken en like de video. Abonneer op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe dag, een nieuwe vlog. En dat gaat morgen zijn. En morgen gaan we naar... Wat gaan we morgen doen? Livorno. Morgen gaan we naar Livorno. Morgen wordt die zotte dag in Livorno. Hoi.